Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En in deze video gaan wij 10 vragen aan elkaar stellen. En degene met de meeste foute antwoorden, die moet met zijn kleren aan onder de douche gaan staan. En ik heb daar geen zin in. Nee, ik ook niet. Nou. En mijn haar en make-up ook een zeker niet. We hebben dus allebei 10 vragen verzonnen met daarbij antwoorden. En we gaan dus eigenlijk een soort van relatietest doen. Kijken hoe goed wij elkaar kennen. Maar volgens mij heb je dus echt hele moeilijke. Jij volgens mij echt, jij bent echt gaan... Nee, het valt wel mee. Het valt wel mee. Ik ben een beetje zenuwachtig of zo. Ja, dat zei ik toch goed ook al. Wat zou ik aan mezelf willen laten doen? Ik weet dat. Ik, ja, maar het zijn 3 dingen. Drie dingen? Ja, maar oké, okay, maar als ik er 2 goed heb, is het ook wel goed. Je neus. Mm-hmm. Je kin. Ja. En je kaaklijn. Bijna. Wat dan? Nee, dat laatste ga ik nog niet zeggen, want dat komt op een andere vraag uit. Oké, okay, maar dan is dit wel, is dit goed? Ja, het is goed. Lekker! 1-0! Welke auto zou ik laten willen? Ja, ik weet al die namen niet. Maar die Danny had. Porsche? Ja? Ja, die Danny had. Maar kun je ook, de model noemen? Nee, want jij zegt altijd de enige 2 Porsche... Nee, ik ken 3 Porsche modellen. Welk dan? Ik weet niet of het er eentje is, maar dat hoor ik jou altijd zeggen. Panamera? Ja, GT3 of zo. Is dat iets? Ja, het is een GT3. Oké, okay, dus dan staat 1-1. Goed! GT3 is goed! Yes. Okay. Oh, dan moet ik weer natuurlijk. Hoeveel relaties heb ik gehad, plus jou? Vanaf wanneer telt dat? Echte relaties of zeg maar... Langer dan een maand relaties. Mag basisschool ook? Want ik heb die vraag namelijk ook. Oh. Maar zeg maar, is het dan vanaf de basisschool? Of is het zeg maar vanaf een echte relatie? Nee. Wat nee? Nee, wel een echte relatie. Gewoon waar je zeg maar ook okay, het bed mee ging, zeg maar. Dit weet je wel, kom op. 3? Plus jou, hè? Ja? Ja, het is goed. Ja? Ja. Kom op! 2-1! Naar welk land zou ik later willen verhuizen? Oeh, Spanje? Ja. Ik heb echt te makkelijke vragen eigenlijk. Oké, okay. Wat is mijn grootste angst? Zo, ik sliste heel erg. Wat is mijn grootste angst? Ja. Wat is mijn grootste angst? Oh. Kom op, dit moet je ook weten. Ja. Ik denk dat zelfs je kijkers het weten. Finn. Is dit slecht? Is dit slecht? Ja. Ik ben nu al gefaald voor de relatietest. Zal ik een hint geven? Ja. Vakantie. Vliegangst. Nee. Oh, zo, ik was echt blij. Wat dan? Waarvoor heb ik nou die waterschoentjes aan? Oh ja. Oh, je bent bang voor de zee. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan is die goed. Nee. Nee. Doei. Je had trouwens echt moeten weten. Ja, ik snap ook al niet waarom je het niet mist. Zeeangst. Oké, okay, jij hebt er nu 1 fout. Ja. En ik 0. Oké. Okay. Of niet, heb ik er ook 1. Nee, jij hebt nu 2, jij hebt nu 2 punten, ik heb nu 2 punten. Jij gaat nu voor je derde. Ja. Kijk. Ik wilde eerst zeggen, wie is mijn lievelingsartiest? Alleen die is te makkelijk. Ja. Wie is mijn tweede lievelings... Peter Roy. Nou, ik stop ermee. Het is te makkelijk. Het is echt, ik snap ook niet waarom ik van die makkelijke vragen heb gedaan. Oké, okay, zat ik weer? Wacht even, maar dan heb ik nu... Dan heb jij... Oké, okay, 3. Ja, 2-3. Ja. 2-3 voor mij. Oké. Okay. Echt een lief voor jou geweest. Ik dacht, nou, ik doe nog een beetje zeg maar, normale vragen. Zodat we een beetje leuk... Het is leuk voor de video, hè. Dat we een beetje normaal kunnen antwoorden. Maar nee hoor, jij hebt allemaal moeilijke vragen. Wat is mijn lievelingseten? Kom op, dit weet je ook. Finn, zet dit eens even aan. Ja, maar ik raak een beetje in paniek. Denk na. Oké, okay, ja, kijk, sushi niet. Pasta. Het is niet echt een maaltijd, meer gewoon een gerecht. Ik weet het. Gyoza. Ja. Elke keer, ik kijk, heb ik die vraag? Nee. Kijk, mijn lievelingseten is sushi, dat weet nou trouwens wel ook heel makkelijk geweest. Maar Ella die vindt sushi dus niet zo lekker. Nou, dus ik vind het wel lekker, maar ik hou gewoon niet zo van zalm en zo. Ja, dus dan bestel je altijd heel veel gyoza's. Oké, okay, maar dan heb ik dus 3 punten. Ja. 3 punten! Wat is, was mijn favoriete serie? Weet je niet. Is, was of is? Was, want je kan het zeg maar... Eindelijk een goeie. Ik heb eindelijk een goeie. Een hersenkraker. Ik weet het even niet. Game of Thrones dan? Ja, niet goed. Maar dat het dan toch is, want die kijk je toch nog steeds? Nee, die heb ik echt lang uit. Oh. Ja, maar ik heb het gevoel dat jij gok. Ook met die... GT3?
Dat was ook weer goed. Ja, dat is het enige wat ik jou altijd hoor zeggen. Oké. Okay, makkelijk. Wat wilde ik vroeger heel graag worden? Stiekem. Want eigenlijk weet niemand dat. Zangeres? Nee. Actrice? Nee. Pornoster? Ja. Geef me een kleine hint. Nee, je mag nog twee keer raden. Voetbalster? Nee. Hoezo? Nee, je zat toch op voetbal? Ja, maar... Jij bent een van de enige meiden die ik ken die op voetbal zat. Stoere meid, hè? En wat was ik goed? Ja. Niet. Ik weet het niet. Kom op, als je een beetje nadenkt... Modeontwerpster. De eerste vier letters zijn goed. Model? Ja. Dat ik vooral het woord vond ik echt... Was dit binnen de 5 keer proberen? Nee, dat was het de 6e keer. Oh, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Ik wil niet onder de douche. Nee, moet je beter je best doen. Hoe oud was ik toen ik begon met acteren? Met acteren? 8? Nee. 9 dan. Ja, maar dat, eigenlijk is hij gewoon fout. Ja, nee. Het was 9, ja. Of 8. Mam, 8 of 9? Ik zeg 9. Ik dacht 8. Ik denk 9 is 100% 9 trouwens. Het is sowieso geen 8. Het was 100% 9. Oké. Ik ga voor mijn vierde punt. Oké, wat vind ik de grootste afknapper in het algemeen? Bij jongens gewoon natuurlijk. Ja. Ik denk als een jongen niks doet. Waarom ben ik wel godsam met jou? Nee, dat is niet. Hey man, knapper. Zeker. Ja. Mag ik nog 2 keer raden? Ja. Je kan het wel weten. Het heeft er wel mee te maken met niks doen, maar dan op een ander gebied. Sorry, ik zit altijd in je video's of aan een kussen of met mijn telefoon. Geen seks? Nee. Oh. Nee. Ik weet het niet. Nog 1 keer mag ik. Nog 1 keer. Geen werk hebben? Nee. Wat dan? Gewoon onverzorgd. Zo makkelijk ook. Eigenlijk is het gewoon te makkelijk. Onverzorgd. Oh nee, jij bent... Weer geen punt. Oh, dat is... Hoeveel exen heb ik gehad? Plus jou. Maar ik ben geen ex. Ja, maar hoeveel... Ja, relatie dan. Hoeveel relaties heb ik gehad? Ja, dan Suzie en ik, dus 2. Ja, maar die is ook heel simpel. Ja, ik ben echt heel dom. Ik heb me heel dom voorbereid in deze video. Ik verpest het echt voor mezelf eigenlijk. Ja. Wat staat er bovenaan mijn bucketlist? Op dit moment. Reizen. Ja, maar waarheen? Bali. Ja. Come on! Yes. Puntje 4 is binnen. Oké, op welke leeftijd ben ik ontmaagd? ik twijfel, maar ik denk 17. Ja. Ja, dat is goed. Ik ben op 17 ontmaagd. Waar twijfel je tussen dan? 17 of 18. Nee, 16 of 17. Ja, dat is 17. Nou, dan heeft mevrouw alweer 6 punten alweer, hè? Ja. En jij 4. Ja. Oké, kom. Ik ga voor die 5e. Oké, op welke leeftijd ben ik ontmaagd? Dat weet ik. Het was jong. 15. Oh, wat erg eigenlijk. Echt heel erg. Belachelijk eigenlijk. Maar ik 15 had, jaar. Ik had wel Ik speelde al... gewoon nog op straat toen ik 15 was. Met een voetbal. Ik had al een jaar een relatie. Tenminste... Uiteindelijk. Oh. Ja, echt erg. Dat kan toch niet. Het is echt een beetje gênant om het te zeggen eigenlijk ook. Nee, het is niet. Het zijn eigenlijk wel meer mensen hoor. Nou, tegenwoordig is het normaal blijkbaar. Ja, tegenwoordig is het veel sneller als je het soms hoort inderdaad. Ja. Op welke leeftijd ben ik gestopt met school en waarom? Sowieso doordat je GTSD ging doen. Dat is 1. En hoe oud was ik? Ja. Of 18 of 19. 18, denk ik. Ja. Oh, ik hoopte echt dat je 19 zou zeggen. Nee, want ik dacht, volgens mij had jij een relatie met Suus toen. Nee. Niet? Oh, nee. Dat dacht ik. Nee, maar je had eigenlijk logisch kunnen nadenken, want op mijn 18e mocht ik stoppen met school. Ja, maar dus dat werd 18. Ik werd 18. Je had ook op je 19e kunnen stoppen met school dan. Ja, oké, dat is waar. Oké, dan ben ik. Ja, toen ik 18 was, toen kwam GTST. Het was of school of GTST. Toen heb ik gekozen voor GTST. Wat is mijn lievelingskleur, behalve beige. Ik heb er eigenlijk 2, dus je mag ze alle 2. Roze? Ja. En blauw? Nee. Wat nee? Maar ik tel roze al goed. Is dat al goed? Ja. Wat is mijn lievelingscocktail? Moscow Mule, denk ik. Ja. Ik twijfel tussen Espresso Martini of... Nee, Pornstar Martini. Ik dacht dat je Pornstar zou zeggen. Nee, jij bestelt toch liever Moscow Mule altijd. Klopt. Nu mijn laatste vraag, en die moet je weten. Is dit jouw laatste vraag al? Is mijn laatste vraag. Oh, je bent begonnen. Ja. Maar het zijn, even kijken, meerdere, het zijn 3 dingen.
En je moet er twee noemen, oké? Oké? Ja. Oké. Wat zijn mijn grootste onzekerheden? Kom op, je kan ze alle drie als je even nadenkt. Drie? Je zijn er twee. Drie, zei ik. Maar je moet er twee. Je uiterlijk? Ja. Lekker algemeen. Ja. Jezus. Ja. Ja, je mag het zeggen. Of je dik bent? Ja. Hoe mensen je vinden? Nee. Kom op, je moet er nog één, hè? Goed nadenken, goed nadenken, goed nadenken aan de eerste vraag. Kom op. Je borsten? Ja. Dus twee? Ja. En je neus? Ja. Dat zijn je drie onzekerheden. Ja, ja. Dus dat heb ik goed. Dus dan ben ik sowieso de lul. Ja, maar ik wil wel nog die laatste beantwoorden. Hoeveel jaar geleden ben ik begonnen met YouTube? Dit is je vijfde jaar, toch? Oh, ik twijfel echt, want je vlogde ook nog toen je bij Brugglas zat, toch? Dan ga ik toch voor 16. 16? Mm-hmm. 16 jaar geleden. Oh ja, nee. Ja, vijf jaar geleden. Ja, ik dacht, waar ga jij nou godsnaam mee? Ja, maar ik was aan het wachten. Dan heb jij 9 punten. Maar wacht even, 5 plus 6, 10, is 21. Ja, dat sowieso klopt het niet. Het is 5 jaar geleden, in januari, 8 januari, 5 jaar geleden. Ik ben geëindigd met 6 punten. En dat betekent dat ik onder de douche moet met mijn kleren. Ik heb het ook zo voor mezelf verpest eigenlijk. Ik heb veel te makkelijke vragen gedaan. Jij hebt nog best wel moeilijke, dat je echt gewoon moet nadenken, meerdere opties. Ja, ik heb echt makkelijke dingen gedaan. Maar je moet wel de trui even uitdoen. Ik ga naar de douche toe. Check ook even of je zakken leeg zijn, gekje. Telefoon, sleutels. Als ik me nu aandoen, is het ook nog eens koud. Ja, doe maar. Oké, dan gaan we in 3, 2, 1. Met je sokjes ook. Oh, het is ook heel koud. Even een rondje draaien. Je bent echt bijna niet nat, lijkt wel. Nou, het zit binnenin, het is helemaal nat en het is ook nog eens koud. Mag ik eruit? Ja hoor. Oh. Ik doe alles even hieruit dan. Ik wil niet bewegen. Natte kleren is het echt het stomst wat je kan overkomen. Stomst? Nee! Nou, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen bij weer een nieuwe. Later!